Zo, daar zijn Wild Wild You. Hey, kijken. Ja! Sherry Ann is waiting in the room. Oh shit, shit, shit. Ik wil haar nog verrassen met iets. Wacht. Ik ga natuurlijk wel verrassen met een kaarsje. Ja, oké. Okay. Baby girl! Sherry Ann. Oeh, Sherry Ann. Jongens, dit is gewoon alweer de 5e aflevering van Q-Time. That's crazy. Apple blessed, blessed, blessed. Hoor je mij? Happy it? Birthday to you! Salut Kubolo Noske! Salut Kubolo! Salut Kubolo! Salut Kubolo! Yep, yep, yep! Hip, hip, hooray! Even wat meer mensen doen. Hey, hij komt uit, je ziet het! Hus! Ja, gezellig dit. Wat doet je haar goed dan? Thank you. Nena, die zit erachter te werken, maar die zei, kom gewoon lekker hier zitten. Ja, ze ziet je niet. Ja, hey, Nena girl. Dus die zit erachter. Ja, die zit ook op de laptop te werken, maar zei, kom lekker hier in de woonkamer zitten. Dus kom lekker gezellig hier. Gezellig. Ja, hoe gaat het? How are you doing? What is quarantine doing with you? Ik word helemaal lijp. Kleertje, nee, kijk, het gaat op zich wel goed. Kijk, het gaat er uiteindelijk om dat we gewoon gezond zijn. En dat is, het klinkt heel cliché allemaal. Maar ik ben gewoon hartstikke gezond. De mensen om me heen, die gaan goed. Die gaan goed. En ja, het enige kutte is dat ik gewoon even geen werk heb. Ja, man. Zoals zoveel andere mensen hier in Nederland hebben ze geen werk. Dus dan denk ik, ja, ik kan er wel heel veel woorden aan vullen. Maar ja, ik vind het kut. Maar heel veel andere mensen vinden het ook kut. Wat had je voor nu gepland? Want hoe zou 2020 er voor jou uitzien? Ik speel een stuk Lazarus. Mm-hmm. We zouden eigenlijk nu nog aan het toeren zijn. Oh. Ja, er is best wel wat weggevallen. En dus ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ja, ik dat is dus, je bent midden in het seizoen, is het meteen bam, gekapt, moest je meteen abrupt stoppen. Ja, de eerste persconferentie, volgens mij was dat, zeiden ze klaar, bam, je mag niet meer, we kunnen niet spelen. Oh. Ja. Ja, dus dat is wel zuur. En jij? Is the same shit? Bored in the house, in the house, bored. Bored in the house, bored. I'm bored. Ja, het is... hoe zeg je dat? It is what it is. Ja, de ene dag zeg ik, ja, dat voel ik me hartstikke goed. En de andere dag denk ik... Ja. Oh mijn god. We hebben een achterste kamertje waar ik dan voornamelijk zit. En dan een gitaartje, een pianotje. Oh ja. En gaan met die banaan. Heb je quarantaine liedjes gemaakt? Of COVID-19, corona? Hey. Oh nee, dat vind ik echt zo corny. Ik zie dat ook. Ik hou er niet van. Ja, jongens, er zijn ook heel veel andere ziektes waar mensen niet over schrijven. Waarom zou je dan eens over deze pandemie gaan lopen schrijven? Ja. Dus ik krijg gewoon ruimte om liedjes over andere dingen te schrijven. Ik schrijf altijd heel veel liefdesliedjes. Ik ben nu natuurlijk zoveel thuis. Liefdesliedjes. Hoe gaat het tussen jullie? Want je bedoel, je bent verloofd, dan zit je opgesloten samen. Gaat het goed? Ik was van de week naar de kapper. En toen was ik een halve dag weg en toen misten we elkaar heel erg. Dus dat is wel heel, ja, dat is wel heel lief ook. Tenminste, ik vind het heel lief. Sapit. Maar we gaan eigenlijk hartstikke goed hier thuis. Fijn. Ja, jullie zijn verloofd. Ja. Hoe heb je dat gevraagd? Wie heeft gevraagd eigenlijk? Nou, dat is een goede vraag. Yes. Hey, Nena heeft een huwelijke vraag. Ah! Oeh, vertel! Oh my god, dat was vorig jaar. Uh-huh. Dat was rond Expeditie Robinson, dus ik ging bijna weg. Mm. Had toch een expeditiedag georganiseerd met familie en gingen wat spelletjes doen en met elkaar eten. Want ze wilden me natuurlijk pas over 32 dagen terugzien of 33 dagen, hoeveel dagen ik ook weg was. Ja. Dus toen wilden ze nog wat leuks organiseren met z'n allen. En hadden we alle spelletjes gedaan en zo. En toen aan het einde gingen ze dan iedereen bedanken voor het komen. En
wilden ze me natuurlijk heel erg veel succes wensen. En al mijn vrienden en mijn familie. En toen ineens, ja, toen kwam het aanzoek. Did you cry like a baby? Ja, ik riep eerst nee. En toen moest ik natuurlijk wel huilen. En toen heb ik het vastgepakt. En toen zei ik ja. En toen, ja. Nu zijn we een jaar verloofd. Dus nou ja, ik binnenkort kunnen trouwen. Misschien volgend jaar of zo. We hebben wel weer zin in een feestje. Maar ja, man. Zo, maar echt. Ik kom gewoon hoor. Ik heb scheid. Ik kom gewoon. Ga je die gewoon opzoeken. Ja. Trouwerij hier in de buurt. Sherry en Nena. Ja, oké. Okay. Waar moet ik zijn daar? Top. Hoi. De mensen die jou kennen, de meeste zijn jou gaan volgen vanaf The Voice. Hè, want ja. Daar ben je zeg maar bekend door geworden bij het grote publiek. Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, dat is alweer bijna 10 jaar geleden. Wow. Ja. We hebben het nu over mij, maar ik volg jou ook al jaren, sinds Onderweg naar Morgen. Vriendin, sinds Onderweg naar Morgen volg ik jou. Dat is echt oud. Denken, oh, ze heeft misschien te googelen. Deze vrouw heette Kira. Kira! Ik kan je nog sterker vertellen. Daarvoor zat ik in Goudkust. En daar heette ik Bibi. Dus, ik ken je natuurlijk al wel een jaar, dus dat is ook wel lachen. Maar ja, overweldigend. Ja, natuurlijk was het was heel, heel bizar hoe dat allemaal ging. Ja. Dat ik daar met mijn studie en ik was nog een beetje aan het twijfelen. Oké, wat ga ik nu studeren? Mm. Ik ga gewoon iets in de muziek doen. Ik ga gewoon kijken of het wat wordt, of ik het überhaupt wel kan. Ja. Toen bleek dus dat het publiek dat ook wel heel leuk vond wat ik deed. Dus ja. Monday, I have nothing to do. Tuesday, I have nothing to do. Wednesday, I have nothing to do. Thursday, I have nothing to do. Friday, Saturday, nothing to do. Sunday, come, I have nothing. Oh, jij zit ook op TikTok. Oh, girl! Ha! Ha! Hey. Of zoiets. Ja, dus jij doet het ook. Ja. Ik zat toevallig net te kijken naar die dingen, want ik doe het af en toe met Nena wel, maar... Het is zo grappig, echt waar, ik ben verslaafd geworden. Ja, dat word je op een gegeven moment ook, ja. Ja, en er zitten echt leuke mannen op, dat ik echt denk... Ben je op zoek naar een vent? Ja, ik ben al 10 jaar single, vrouw. What? Oh. Ja, thank you, Nena. Thank you, I heard that one. Ja, man. Een hele leuke broer. Oh, Jesus. Oh, ik vind dat gekoppeld worden, ik word altijd een beetje zenuwachtig van. Oké. Okay. Maar was die ene gozer, je tegenspeler niks? En dit zijn wij. Hij is leuk, hè? Ja, hè? Hij is echt leuk. Volgens mij is hij ook heel intelligent. Of leek hij daar alleen heel intelligent? Hij is heel intelligent. En super lief. En creatief. Lang. Goede body. Ja, hè? Die heb ik ook gezien, hoor. We zijn gewoon, zeggen dat, tv husband en wifey. For life. Ja. Eerlijk. Hij is echt leuk, hè? Ja. Hij is echt leuk. Ja, hè? Ja, maar Romano is een topper. Hey, Nena, praat je papiamento? Dankie. Master Bataille. Zeker. Hey, klaar. Master. Dankie. Inpakken, niet meer uitpakken. Laat het dan. Hier binnen bij mij. Trek erom, houden. Trek erom. Oh, God. Bij Expeditie heb ik jou natuurlijk gecheckt. En ik was natuurlijk sowieso voor jou. Maar Chicky, je hebt het gewoon tot de finale gered. Like, hoe? Wat was je geheim? Wat was je truc? I want to know. Ik dacht gewoon, ik ga tot het einde. Ik ga gewoon niet eerder naar huis. Dat was ook de afspraak gewoon. Van, je komt niet terug voor de finale. Dat gaat hem gewoon niet worden. Ja. Dus zorg maar gewoon dat je daar zo lang mogelijk blijft.
En ik heb gewoon kaart geknopt, gewoon niet opgeven, doorzetten. En één iemand in vertrouwen nemen, dat is echt de key geweest voor mij. Okay. Eén iemand in vertrouwen genomen en gewoon daar gewoon mijn hart kunnen luchten. Wanneer ik er echt even doorheen zat of wanneer ik echt even dacht van... Ja. Wat ga ik doen? En één goede tip. Mm-hmm. Fatima, die zei van... alles wat hier omheen gebeurt, dat is je afleiding. Jij weet waar je naartoe wilt gaan. Dus probeer daar aan te denken. En als het even niet gaat zoals je wilt, denk dan gewoon... Dat is afleiding. Je focus. Je moet je focus houden. Juist. En daar werken. Mm-hmm. Ik ga gewoon doorzetten. Ik ga gewoon laten zien wat voor... Ja. Persoon ik zelf ben. En ik hoef me helemaal te wijzen tegenover iemand of zo. Maar meer gewoon van... Ik weet gewoon dat ik een sterk persoon ben. Want het heeft me gebracht waar ik nu ben. Zeker. Dit is maar een spelletje. Dit is gewoon mens van Monopoly, maar dan in het echt. Let's go! Ik praat gewoon tegen mezelf zo van... ja, kom op, Cher, dit kan je. Ga ervoor. Gewoon go for it. Gewoon niet nadenken. Gewoon gaan. Ik had ook begrepen dat je best wel veel shit over je heen hebt gekregen daarna. Via social media en zo. Ik heb wel wat klote reacties gehad. En dat vond ik wel kut. Mm-hmm. Maar... weet je, op dat moment gaat iedereen eroverheen, maar daarna, als je daar nu mensen naar vraagt, dan zijn ze het alweer vergeten, joh. Ik kan het heel goed vinden met vrouwen, maar ik val niet op vrouwen. Zo. Nee, ik heb ooit een keer, was ik in LA voor acteercursus en super tof. Was ik daar een maand en... Zat ik daar in zo'n klas. En ik dacht, heerlijk dit. Like-minded people. En lekker ervoor gaan. Toen kreeg ik dus een scène toegewezen met een ander meisje. En ze viel me al op. Ik dacht, jeetje, wat een prachtige verschijning. Heel mooi, natural beauty. En beeldschoon. En nou, zij werd mijn partner. Hadden wij dus een lesbische scène. Waarbij oh shit. Met haar... I got nervous, girl. I was like, ik zei, yo, Chara, listen. I never kissed a girl before. She was like, no? I was like, no, never. Oh, well, that's okay. En ik dacht zo, okay, so you're gonna guide me, help me and everything. En ik moest degene spelen die haar ging verleiden. En je weet toch, ik moest die... En zij de meer zo, yo... Ja man, dat was een leuke challenge. Maar het was heel grappig toen. Dus uiteindelijk zei ze, waren we bij haar thuis. En zei ze, okay, you know what, Jasmine? Let's get this over with. You know? So, bam. En ik echt zo. Ik zo, wow, your lips are soft. En zei ze, yours too. En ik zo, ooh, that's nice. Let's do it again. Ik viel zo. En toen was het like van, okay, cool. Maar toen was dat rare was weg. Weet je? Dus waardoor ik gewoon... echt kon spelen en er gewoon echt in kon duiken. En daarna was het ook gewoon van, like, yo, if I would have feelings for women, seriously, you would be my type. Like, zij was echt zo'n Halle Berry type. Gewoon gorgeous. Okay. Ja, cool. Ik heb altijd gezegd, als er een vrouw, Halle Berry, ja, dan ja, zou ik het proberen. Ja. Ik wil... Maar with that being said, deel van de show is ook dat we een quiz hebben. De quiz gaat nu in. Oh, kut. Wacht, dan moet ik natuurlijk wel de timer erbij zetten. Wacht, even de timer zetten. Ja, dit gaat gesmeerd, jongens. Maar gelukkig kan ik het allemaal editen, waardoor het echt super smooth lijkt. Oh ja. I'm the boss, you know? You're the boss. I'm the boss, girl. I'm the boss. 1 minuut. Gaat nu in. Musical of toeren met je eigen band? Toeren met mijn eigen band. Even Koreman of Eva Kleven? Eva Koreman. Eten of water? Eten. Nederlandstalig zingen of Engelstalig zingen? Engelstalig. Douchen in de ochtend of in de avond? Ochtend. Links of rechts? Rechts. Dag of nacht? Dag. Goud of zilver? Goud. Vrijdagavond of zondagochtend? Ja, vrijdag. geven of nemen? Geven. Hotdog of hamburger? Hamburger, sowieso.
Rolschaatsen of inlineskaten? Inlineskaten. Muziek of fotografie? Muziek. Ai, mooi afsluiter. Nou, tijdens deze quarantainetijd hebben we natuurlijk heel weinig mensen die we, de, ja, die we zien. Maar probeer ze wel zoveel mogelijk te bellen. Al spreek je ze niet zo heel vaak meer. Of zag je ze ook al eigenlijk niet zo heel veel meer. Probeer ze toch even een belletje te geven of een appje of een sms'je. En mag af en toe ook gewoon een beetje somber zijn. Je hoeft niet altijd helemaal happy de peppy te zijn. En kijk niet te veel op social media naar al die veel te blije mensen. Want juist die mensen, die liggen onder hun dekbedje te janken. En ik zweer het, die zijn zo eenzaam als de pest. Dus geef jezelf er niet te hard van langs als het, even niet, als het allemaal even niet mee zit. Want er zijn ook heel veel andere mensen die dat ook gewoon hebben. Stop die maar in je broekzaak. Pocket. Dank je, in de pocket. Hey. Bam. Bam. Dankjewel, Douchy. Hele fijne verjaardag. Dankjewel. Dikke kus. Doei, doei. Doei, Nena.